Goedemiddag, dames en heren. Ik ben Adel Smalen, regiodirecteur bij de Groof Peterkam en vanuit ons kantoor te Gent verantwoordelijk voor de regio Oost-Vlaanderen. Tevens ben ik medeverantwoordelijk voor de begeleiding van familiale ondernemers en bedrijven. Namens de Groof Peterkam heet ik u van harte welkom op onze webinar met als topic de structurering van de overdracht van familiebedrijven. Waarom dit onderwerp? Omdat u bent als ondernemer dagdagelijks in de weer met de opstart, de groei en de uitbreiding van uw bedrijf. En daardoor stellen we in de praktijk vast dat u minder tijd heeft om bezig te zijn met de voorbereiding van de overdracht van uw onderneming. En laat nu net de voorbereiding van cruciaal belang zijn. Toch is tijdsgebrek niet de enige component. We merken in de praktijk ook dat de overdracht van een familiebedrijf emotioneel gevoelig ligt. De emotionele component speelt ook een belangrijke rol, waardoor u dat gesprek uitstelt. En dat is jammer, want op vandaag zijn er voldoende juridische en fiscale oplossingen die u toelaten om een overdracht tot een professioneel correct einde te brengen, maar ook in een serene sfeer. Onze specialisten van vandaag, Nico Hostin en Tom Engelen, vertellen u daar straks meer over. Maar alvorens hen het woord te geven, nog graag een praktische mededeling. U kan tijdens deze webinar ook vragen stellen, althans niet mondeling, dan wel schriftelijk. Rechts onderaan het scherm vindt u de Q&A-rubriek waar u uw vragen kan stellen rechtstreeks aan onze paneleden, die tijdens of na afloop van de presentatie zullen worden behandeld. Heeft u na afloop van de presentatie toch nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vertrouwd contactpersoon binnen de Groof Peterkam. Bent u nog geen klant of u wenst persoonlijke begeleiding? Uiteraard bent ook u welkom bij de bank De Groof Peterkam. En dan geef ik graag het woord aan Tom en Nico. Bedankt, Adel. Een goede middag allemaal. We gaan het deze middag inderdaad hebben over de overdracht van uw familiale onderneming. Misschien gewoon even situeren waar zich dat bevindt in het kader van ons luik voor ondernemers. Deze presentatie is eigenlijk het derde seminarie of de derde presentatie die we organiseerden specifiek voor onze ondernemers. Het eerste seminarie ging eigenlijk over beleggen in een vennootschap. Wat doen we met onze liquiditeiten in de vennootschap? Het tweede seminarie hebben we bekeken van, is het überhaupt interessant om cash in een vennootschap aan te houden of niet? En als we het willen uit ons vennootschap halen, hoe doen we dat dan het best? En dus vandaag is het dus de derde presentatie om de overdracht van de onderneming te behandelen. Hoe pakken we dat aan? We pakken dat aan in een viertal puntjes. Het tweede punt en het derde punt zijn eigenlijk de belangrijkste zaken, de juridisch-fiscale zaken waar we vandaag in detail over ingaan. Dat is enerzijds de schenking van een onderneming, die we in detail behandelen. En anderzijds het verkoopscenario, waar dus eigenlijk er wordt ingegaan hoe je aandelen best aan de volgende generatie kan verkopen. Dit sluit aan eigenlijk bij hoe ons departement van estate planning functioneert. Met name, we gaan meestal in op de fiscaal-juridische zaken. We zijn een departement van fiscaal-juristen, die dus eigenlijk een compagnon de route is van ons klanten en die dus eigenlijk samen met ons klant meedenkt gedurende het ganse levenstraject van hoe we een vermogen het best kunnen organiseren. Dat gaat van het opstellen van een huwelijksvermogenscontract, dat gaat over een schenking, een testament, een zorgvolmacht. Maar een belangrijk luik is ook, en dat zien we dat belangrijker en belangrijker wordt, is eigenlijk daar vermeld onder het puntje 4, waar we meer ook ingaan los van het fiscale en het juridische, waar we ook meer in detail ingaan op het menselijke luik van de organisatie en de overdracht van het vermogen. En dit is eigenlijk waar we vandaag ook een focus zullen opleggen. Nu, we weten allemaal dat we een land van familiale bedrijven zijn. Daar staan enkele cijfers om dat te illustreren. We hebben 123.000 familiebedrijven. Dat is maar liefst 77% van al onze vennootschappen in België. Dat gaat ook over 45% van de werkstelling in België. En dat gaat ook over meer dan een derde van ons BNP. Dus dat is toch wel een aanzienlijk cijfer, dat zijn aanzienlijke cijfers om te ondersteunen dat we echt een land zijn van familiebedrijven. Nu, als we denken aan familiebedrijven, dan denken we vooral aan, ik noem maar op, Slagerij Van Hool of Bakkerij Luc, aan eerder kleine, mooie bedrijven. Maar eigenlijk is dat een beetje een misvatting, want we stellen toch ook vast dat heel veel van onze grote ondernemingen,
met name 55% van onze grote ondernemingen en zelfs sommige beursgenoteerde bedrijven ook familiale bedrijven zijn. Nu, wat is een familiaal bedrijf of een familiale vennootschap? Dat is een vennootschap waar een familie, en ik zeg dus wel degelijk een familie, niet enkel de bedrijfsleider, meer dan 50% van de stemrechten in handen heeft. Dus dat is toch wel een belangrijke notie en die verschilt van de notie KMO, wat u daar ziet staan, ook op de slide, wat eerder een notie is uit het vennootschapsrecht, waar er op basis van bepaalde boekhoudkundige aspecten wordt gedefinieerd van wat is een KMO en wat niet. Dus een KMO mag niet te veel omzet hebben, mag niet te veel winst genereren, dan kwalificeert men als KMO. En daar zijn een aantal fiscale voordelen aan verbonden. Denk maar aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Denk maar ook aan de liquidatiereserve. Hier spreken we dus echt over familiale bedrijven, waar dus een familie meer dan 50% van de aandelen in handen heeft. Nu, wat stellen we vast uit ondervraging en uit allerlei studies blijkt dat ook, dat er heel veel bedrijven in de volgende jaren, als je de bedrijfsleiders bevraagt, dat de bedrijfsleider verwacht dat er toch binnen de 5 jaar snel een overdracht of een verandering zal zijn in de leiding van een bedrijf, van een familiaal bedrijf. Daar zien we dus dat 22% van de bedrijfsleiders verwacht dat de leiding effectief de volgende 5 jaar zal veranderen. Als we spreken over de leiding en de overdracht van de aandelen zelf, dan gaat het zelfs over 25%. Nu, als we die termijn van 5 jaar verlengen naar 10 jaar, dan spreken we echt over de overgrote meerderheid van familiale bedrijven die verwacht dat er wel degelijk iets zal veranderen in de leiding of in het aandeelhouderschap. Nu, daarentegen staat dat als je tegen bedrijfsleiders praat, dat eigenlijk als je de vraag stelt van ja, heeft u er al eens over nagedacht wat er effectief zal gebeuren als u, als er morgen met u iets gebeurt, als u morgen overlijdt, heeft u enig idee wat er met uw bedrijf zal gebeuren? En dan blijft het heel vaak stil. En dat is ook begrijpelijk, want veel ondernemers hebben ook zijn heel veel bezig met het dagelijks management, hebben heel veel zorgen, zeker nu in de energiecrisis, waardoor dat het niet altijd evident is om die scope open te trekken op iets langere termijn. En toch is de vraag van... Mijn slide werkt niet helemaal goed. Toch is de vraag... Ja, nu zie ik hem, pardon. Nu, toch is de vraag van hoe kunnen we de vraag stellen van wat er gebeurt als er met de bedrijfsleiders iets concreets gebeurt, is een heel belangrijke vraag. En waarom is dat belangrijk? En hier is het aangegeven op de slide. Stel u eens voor, er gebeurt met de bedrijfsleider of de aandeelhouder iets, een ongeval, een verkeersongeval, en hij overlijdt. Wat gebeurt er met de aandelen? Wel, als er niets geregeld is in een testament of in een schenking, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. En wat zegt het wettelijk erfrecht? Dat zegt dat eigenlijk het vruchtgebruik van de aandelen overgaat naar de langstlevende echtgenoten en dat de blote eigendom vererfd wordt door de kinderen. Nu, dat is mooi geregeld in de wet, maar dat is niet noodzakelijk wat de bedrijfsleider voor ogen heeft. Denk maar aan het feit dat bijvoorbeeld 1 dochter al actief in het bedrijf actief aanwezig is en al helpt het bedrijf runnen, dan is het toch mogelijk dat die dochter, na een overlijden van de bedrijfsleider, ja, niet veel zeggenschap, juridische zeggenschap zal hebben over de familiale vennootschap. Dus dat is toch wel een heel belangrijk aandachtspunt. Tweede belangrijk aandachtspunt is natuurlijk ook het fiscale. Het juridische is belangrijk, maar we leven in België, dus fiscaliteit is vaak cruciaal. En dus als er niets geregeld wordt, dan zien we daar de tarieven in de erfbelasting, moet ik nu zeggen, in Vlaanderen. Daar staan de tarieven opgesomd. En dat is op een eerste schijf van 50.000 euro bedraagt dat 3%. Maar boven de schijf van 250.000 erfdeel spreken we al over een tarief van 27%. Dat zijn toch vrij hoge tarieven in de erfbelasting. Nu, als we kwalificeren voor bepaalde als familiebedrijf, en die voorwaarden gaan we straks behandelen, dan kan een familiebedrijf of een familiale vennootschap vererfd worden aan 3% in de rechte lijn. Dus dat is toch wel een belangrijk aandachtspunt dat het verlaagd tarief of het lager tarief van 3% van toepassing zal zijn in de erfbelasting. Nu, een eerste hoofdstuk die we juridisch en fiscaal gaan uitwerken is de schenking. En voor dat is toch wel iets heel belangrijk. We kunnen in Vlaanderen een familiaal bedrijf overdragen aan de volgende generatie en we kunnen dat eigenlijk aan 0% schenkbelasting doen. Dat is een heel belangrijk gegeven.
Nu, als we spreken van aandelen in een familiaal bedrijf, dan spreken we heel vaak van aandelen op naam. En aandelen op naam moeten in principe geschonken worden door middel van een notariële akte. Dus we gaan naar een Belgisch notaris en we schenken de aandelen aan de volgende generatie. Tot voor kort zagen we of stelden we in de praktijk vast dat er heel veel van die familiale bedrijven ook werden geschonken door middel van een schenking voor een Nederlands notaris. Dat was omdat dat juridisch handig was, maar vooral ook fiscaal handig. Dat blijft juridisch een mogelijkheid, maar fiscaal is dat een pak minder interessant geworden, omdat schenkingen voor een Nederlandse notaris moeten nu ook wel degelijk geregistreerd worden in België. En als we spreken van registratie in België, dan zijn er ook, dan spreken we ook over schenkingsrechten verschuldigd in België. Dus dat is het principe. Nu, als we een bedrijf schenken, een familiale vennootschap schenken, of meer concreet de aandelen schenken, dan is er een misverstand dat schenken is alles kwijt zijn. Dat is echter niet helemaal waar. We kunnen perfect aandelen schenken aan de volgende generatie en toch min of meer een vorm van controle voorbehouden. Denken we maar aan een voorbehoud van vruchtgebruik. Denken we maar aan een renteclausule om toch voldoende inkomsten te hebben. Denken we maar aan een vervreemdingsverbod waardoor dat kinderen aandelen niet kunnen gaan doorschenken of doorverkopen zonder uw toestemming. Dus het is wel degelijk mogelijk om een schenking te organiseren en toch enige mate van controle in handen te houden. Nu, het fiscale luik bij een schenking is heel belangrijk. Zoals ik daarnet zei, een erfbelasting in België in rechte lijn, of een schenkbelasting, pardon, een schenkbelasting in België als we een schenking doen, bedraagt in rechte lijn 3%. Schenken we niet in rechte lijn, bijvoorbeeld aan broers en zussen of neven en nichten, dan bedraagt dat 7%. Nu, als we echter aan de voorwaarden voldoen voor de familiale vennootschap, waar we straks in detail op ingaan, dan kunnen we schenken aan 0%. En dat is heel cruciaal. Vroeger was dat anders in Vlaanderen. Vroeger was het eerder gericht op 0% erfbelasting. Nu heeft de Vlaamse decreetgever zich zo georganiseerd dat het de bedoeling is om te kunnen schenken aan 0%. En de bedoeling daarvan was om toch mensen te overtuigen om minstens na te denken dat hun familiaal bedrijf, dat het goed was om het familiaal bedrijf al tijdens het leven van de bedrijfsleider over te dragen aan de volgende generatie. Nu, we hebben het al even aangehaald. De schenking of het fiscaal regime voor schenkingen van bedrijven of familiale vennootschappen is regionaal georganiseerd. Dat betekent dat zowel Wallonië, Vlaanderen als het Brussels hoofdstedelijk gewest elk een eigen regime heeft. Welkom in België, dat is wel goed, maar dat maakt het niet noodzakelijk eenvoudiger. De regimes van Brussel en Vlaanderen zijn vrij gelijklopend. Van Wallonië zit er toch wel hier en daar wel wat verschil op. Nu, in de praktijk heeft dat soms aanleiding tot heel moeilijke situaties, omdat de schenkbelasting is eigenlijk van toepassing, wordt bepaald door de woonplaats van de schenker. Niet door de ligging van het bedrijf, waar de zetel van het bedrijf ligt. Dat houdt in, dat heeft een aantal gevolgen, dat voelt een beetje contra-intuïtief aan, maar dat betekent dus, als we een vennootschap hebben met bijvoorbeeld 3 aandeelhouders, en elke aandeelhouder woont in een verschillend gewest, dat er in principe 3 verschillende regimes van toepassing zijn. Dus dat toont toch wel aan wat de complexiteit kan zijn. Nu, wat we daarnet zeiden, is in Vlaanderen helder een 0% schenkingstarief. Dat is enkel maar waar als er bepaalde voorwaarden voldaan zijn. We hebben enerzijds een reeks van voorwaarden in zaken het verkrijgen van het regime. Dus waar je moet de vraag stellen van, kom ik wel in aanmerking voor het 0% regime? Maar anderzijds, en daar wringt in de praktijk vaak het schoentje, zijn er ook een aantal voorwaarden die moeten blijvend voldaan zijn na de schenking. En dat zijn de voorwaarden die u daar ziet staan in zaken het behoud. Nu, laat ons even meer in detail ingaan om de voorwaarden om het verlaagd tarief in zaken schenkbelasting te bekomen. Dan zien we eigenlijk 2 voorwaarden. En dat is enerzijds een participatievoorwaarde en anderzijds een activiteitsvoorwaarde. De participatievoorwaarde. Eigenlijk komt het erop neer dat een bedrijf of een vennootschap familiaal moet zijn. Wat houdt dat in? Dat betekent dat eigenlijk een familie, dus niet enkel de bedrijfsleider, maar de familie, moet beschikken over voldoende stemrechten.
In de regel is dat 50% van de stemrecht. Om te kunnen kwalificeren als familiale vennootschap. Nu, stemrechten, dat is aangepast aan de nieuwe wet, aan de nieuwe vennootschapswet. Oorspronkelijk stond er aandelen, maar dat is nu veranderd door het nieuwe vennootschapsrecht. En spreekt men over stemrechten. Dus ik heb met mijn familie meer dan 50%, dan kan ik kwalificeren als familiale vennootschap. Stel nu eens, ik heb niet voldoende stemrechten, dus ik heb minder dan 50%, dan is er nog geen man overboord. Dan kunnen we toch, als we minstens 30% van de stemrechten hebben, kunnen we toch nog kwalificeren. En wanneer is dat? Als die samen met één andere familie over 70% van de stemrechten beschikt, of met twee andere families, indien u met twee andere families over 90% van de stemrechten beschikt. Nu, wat heel belangrijk is, is dat het gaat over aandelen. Vroeger ging het ook over rekeningcouranten. Dat is nu niet meer zo. En dat is heel cruciaal, want heel wat familiale vennootschappen worden gevoed met de rekeningcourant. En rekeningcouranten, dus de stemrechten of de aandelen, als men die gaat schenken, kan men kwalificeren voor een 0% tarief. Maar dat geldt niet voor de rekeningcouranten. Vroeger was dat dus wel degelijk anders. Een ander aandachtspunt is dat als u die stemrechten aanhoudt, enerzijds rechtstreeks, maar anderzijds onrechtstreeks via een tussenvennootschap, dan zal die stem of het percentage wat u aanhoudt via een andere vennootschap niet in aanmerking komen voor het tarief. Nu, misschien een aantal voorbeelden straks. We zullen dan aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren. Misschien eerst nog eens aanduiden. Ik heb het al twee keer aangehaald, maar het is wel belangrijk om aan te halen dat niet enkel de aandelen of de stemrechten in de handen van de bedrijfsleider, maar het gaat dus wel degelijk over de stemrechten van de ganse familie. Dat geldt enerzijds voor de echtgenoot, maar ook voor de wettelijk en de feitelijk samenwonende partner. In Vlaanderen toch. Dat geldt ook voor kinderen en ouders. Maar ook voor broers en zussen met hun partner vaak. En de kinderen van de broers en zussen, dus neven en nichten, komen dus ook in aanmerking voor de berekening van het 50% of het 30% participatievoorwaarde. Een aantal voorbeelden. Dus een eerste voorbeeld is eigenlijk een familie waar u ziet dat de vader, de moeder, de dochter en de zoon houden een aantal aandelen. De vader heeft 38% van de aandelen in volle eigendom. Dat betekent daar die VE. Dus we vallen per definitie onder het 50%. Maar als we kijken naar de moeder, die houdt 20% van het vruchtgebruik van de aandelen aan. Nu, we moeten in principe... We spreken over aandelen in volle eigendom. De kinderen houden elk 10% in blote eigendom aan. Dat betekent dus dat moeder, dochter en zoon samen over 20% volle eigendom beschikken. En dus als we dat samentellen met de 38% volle eigendom van de vader, beschikken we over 58% van de stemrechten en kwalificeren we dus in dit voorbeeld als een familiale vennootschap. Een volgend voorbeeld is als we kijken van, laten we iets ruimer kijken en meerdere families in overweging nemen. En in Vlaanderen is het wel zo dat heel veel familiale bedrijven georganiseerd zijn, een beetje als een joint venture, waar verschillende families actief in zijn. Nu, wat zien we hier? Familie 1 houdt 30% van de aandelen in volle eigendom aan. Oké, dat is geen 50%, maar het is nog mogelijk om toch eventueel te kwalificeren. Nu, stel nu dat we familie 2 daarbij tellen, dan zien we dat ze samen 55% van de aandelen in volle eigendom hebben. Herinner u, dat is niet voldoende, dus we hebben minder dan 70%, dus we zullen op basis van familie 2 niet kwalificeren. Kijken we samen met familie 3, dan hebben we 25% plus 15 is 40, is samen met familie 1, familie 2 en familie 3 70%. Dat is niet voldoende, want we zitten onder de 90% en we zullen dus niet kwalificeren in dit voorbeeld als een familiale vennootschap. Dus dat is de eerste belangrijke voorwaarde, de participatievoorwaarde. Tweede voorwaarde is de activiteitsvoorwaarde en dat zal mijn collega Tom Engelen verder toelichten. Dus als u beslist heeft om aandelen te schenken en er is getoetst, u bezit meer dan 50%, dan is het tweede criterium waar we naar moeten kijken het zogenaamde activiteitscriterium. De vennootschap waarvan dat u aandelen schenkt, moet een economische activiteit uitoefenen.
Nu, het begrip economische activiteit is vrij ruim. Het gaat dan om iemand die, of een vennootschap die een vrij beroep uitoefent, een ambacht, landbouw of traditionele handels- of nijverheidsactiviteit. Nu, op het eerste zicht gaat u misschien zeggen, dat is vrij eenvoudig. Elke vennootschap oefent wel een economische activiteit uit. Dat staat zo opgenomen in de statuten. Nu, het is niet zo eenvoudig. Het is niet omdat het staat in de statuten dat uw vennootschap ook die activiteit uitoefent. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld is een klassieke managementvennootschap. Daar zegt Vlabel van, de Vlaamse Belastingsdienst, ja, een klassieke managementvennootschap die oefent voor ons geen economische activiteiten uit. Een ander voorbeeld, om toch eventjes aan te tonen dat die voorwaarde niet altijd zo eenvoudig is, is wanneer dat u bijvoorbeeld een holding heeft die de aandelen aanhoudt van de operationele vennootschap. Daar is het zo, als u de vraag stelt van kijk, ik wil graag die aandelen schenken van mijn holdingvennootschap, dat we gaan moeten kijken naar die holding of dat een zogenaamde actieve of passieve holding is. Actieve holding is een holding die uiteraard een aantal participaties aanhoudt in operationele vennootschappen, maar die daarnaast ook nog een aantal diensten verleent. Denk dan bijvoorbeeld aan een holding die de boekhouding doet, HR, marketing, etc. Als de holding die activiteiten uitoefent, dan kan u in principe, als u aan alle andere voorwaarden voldoet, kan u die aandelen schenken aan het gunsttarief van 0%. Nu, natuurlijk, ja, een actieve holding, daar is het verhaal vrij simpel, maar de meerderheid van de holdings zullen passief zijn. Wat wil dat zeggen is, u heeft een vennootschap, die doet niet meer als het aanhouden van aandelen van een andere vennootschap. Daar is het zo, gelukkig maar, dat die vennootschappen niet per definitie worden uitgesloten. Wat zegt men? Men zegt, kijk, we gaan kijken naar de participaties die uw holdingvennootschap aanhoudt. En als de participatie die zij aanhoudt een dochteronderneming is die wel een economische activiteit uitoefent, dan gaan wij u ook het gunstregime toekennen voor de schenking van de aandelen van de holding. Op voorwaarde uiteraard wel dat uw holding minstens 30% van één economische dochteronderneming aanhoudt die een reële economische activiteit uitoefent. Dat betekent, ik ga een mooi voorbeeld geven, u ziet het hier op de slide staan, dat eigenlijk niet actieve dochterondernemingen niet in aanmerking komen. Op de slide ziet u een mooi voorbeeld staan. U heeft bijvoorbeeld een passieve holding, die houdt van 3 entiteiten aandelen aan. 2 daarvan zijn economisch actief, in de zin dat zij een reële economische activiteit uitoefenen. En 1 onderneming is ook weer passief, is een patrimoniumvennootschap die geen economische activiteit uitoefent. Stel nu in mijn voorbeeld dat u de aandelen van die holding gaat schenken. Dan zegt men, kijk, het zal niet de volledige waarde zijn van de aandelen van de holding. Die kunnen genieten aan het tarief van 0%. Nee, we gaan de vrijstelling proportioneel toepassen. Zijnde, we gaan de vrijstelling beperken tot de waarde van de onderliggende dochterondernemingen die actief zijn. Mijn voorbeeld staat 40% van dochteronderneming 1, 30% dochteronderneming 2. Het zal de waarde zijn van de twee vennootschappen links op de slide die in aanmerking komt voor de vrijstelling. Nu, als we daar door die horde al heen zijn of overheen zijn, als er geen sprake is van een holding, u heeft een onderneming die daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent, dan is het nog niet zeker dat u in aanmerking zult komen voor die vrijstelling. Waarom niet? Omdat de wet een vermoeden bevat dat, ook al oefent uw vennootschap een reële economische activiteit uit, dat wanneer er aan bepaalde boekhoudkundige parameters voldaan is, dat u toch geen economische activiteit uitoefent. Bijvoorbeeld, u heeft, ik zeg maar iets, een vennootschap die zich bezighoudt met autohandel, dus die een reële economische activiteit uitoefent, dan zal de Vlaamse Belastingsdienst ook nog uw jaarrekeningen opvragen van de laatste 3 jaar en een controle of een toetsing daarop uitoefenen. Met name wanneer uw vennootschap te veel vastgoed bevat en te weinig lonen uitbetaalt, dan staat er zich een probleem, want dan zal er een vermoeden zijn dat uw vennootschap toch geen reële economische activiteit uitoefent. Wat zijn nu criteria? Wanneer dat die vennootschap meer dan 50% van haar actief aanhoudt als vastgoed,
En ze betaalt lonen uit, lonen, pensioenen en dergelijke, die minder uitmaken dan 1,5% van de totale waarde van het actief. Dat is een beetje complex, maar ik geef dadelijk een voorbeeld. Dan zal de vennootschap per definitie, niet per definitie, dan zal zij in principe worden uitgesloten van het gunsttarief. Voorbeeld wat u ziet staan op de slide. We hebben een vennootschap met een totaal actief van 780.000 euro. De waarde van het vastgoed is 250.000 euro. En de totale waarde van de uitbetaalde lonen is 42.000 euro. Dus we moeten twee zaken toetsen. We gaan eerst kijken wat is de waarde van het vastgoed ten opzichte van totaal actief. Hier zitten we met 250.000 euro ten aanzien van 780. Dat is ongeveer 32%. Op zich is er hier al geen probleem. En als we gaan kijken naar de lonen, hier ook 42.000 om een bedrag van 780.000, is een dikke 5%. Geen een van beide criteria is overschreden. Dus er is geen enkel issue voor de uitsluiting van de familiaal onderneming. Nu, stel dat slechts één van die twee parameters wel voldaan was, dan was er ook geen issue. Wanneer u niet voldoet aan beide parameters, dan is er een probleem en dan zal Vlabel u uitsluiten van het gunstregime. Nu, stel in mijn voorbeeld, stel u heeft die autohandel en u betaalt op basis van die parameters te weinig lonen uit en de waarde van uw vastgoed is te hoog. Ja, dan zal Vlabel zeggen, we weigeren de toepassing van het gunstregime. Maar dan heeft u de mogelijkheid om toch aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van een daadwerkelijke economische activiteit. Op zich zou u denken, dat is vrij simpel. Ik ga dan wel wat bewijsstukken voorleggen die aantonen dat ik een reële economische activiteit heb. Nee. Vlabel is zeer strikt. Dat was echt Vlabel. Oké, als u het tegenbewijs wilt leveren, dan gaan wij ook nog eens kijken naar het type van vastgoed wat dat in uw vennootschap zit. Van het moment dat daar maar één vastgoed in zit dat een privaat karakter heeft, u heeft bijvoorbeeld een appartement aan de kust, of uw vennootschap bezit een appartement aan de kust, van dat moment gaat Vlabel zeggen, sorry, ik ga u zelfs niet toelaten om het tegenbewijs te leveren, ik sluit uw vennootschap gewoon uit van dat gunstregime. Dat is een zeer, zeer strikte interpretatie, een interpretatie die niet in de wet staat. Het was dan ook wachten totdat er een belastingsplichtige was die zei van, kijk, ik ben er niet mee akkoord met die positie. En midden vorig jaar is er dan rechtspraak geweest die eigenlijk dit standpunt vernietigde. Waar ging het over? En dat is wel interessant. Men had moeder en zoon, die hadden aandelen geërfd van hun vader, van een vennootschap, en zij wensen toepassing te maken, weliswaar een erfbelasting van het gunstregime, maar de voorwaarden zijn dezelfde als bij de schenkbelasting. En zij zeiden, kijk, wij wensen toepassing te maken van het gunstregime en wij vragen dus de vrijstelling in de schenkbelasting. Hier was het de 3% in de erfbelasting. Waar ging het om? Het was een vennootschap die een daadwerkelijke economische activiteit uitoefende. Het was een vennootschap die enerzijds een hoeve had, waarbij dat zij bepaalde dieren kweekte. En zij had daarnaast een slagerij, waarbij dat zij uiteraard de dieren slachtte, het vlees verkocht en ook een aantal evenementen organiseerde. Nu, het grote probleem hier was, er is een reële economische activiteit, maar Vlabel toetste uiteraard die twee criteria dat ik zei. Vlabel ging kijken van, 1, zit er te veel vastgoed in de vennootschap? En dat bleek het geval te zijn. Die vennootschap bezat, ik moet eerlijk zijn, vrij veel vastgoed. Klassiek, de gezinswoning zat erin, een appartementje aan de zee. Maar daarnaast had de vennootschap ook een blok appartementen die zij verhuurde aan particulieren, een aantal garageboxen en dan, ik geloof, een zestal bedrijfspanden die zij verhuurden. Als men het criterium bekeek van waarde vastgoed mag niet meer zijn dan 50% van totaal actief, dan was er hier een punt. Tweede punt, was er een probleem. Tweede punt was dan ook de lonen. Het totaalbedrag van de lonen dat werd uitbetaald was te laag, was minder dan 1,5%. Dus wat zei Vlabel? Ja, het kan wel zijn dat u een economische activiteit uitbaat van slagerij. Maar wij kijken hier naar de boekhouding en daar is een probleem. Het weerlegbaar vermoeden dat er geen economische activiteit is, dat zult u moeten weerleggen. Oké, zegt de belastingsplichtige, wij zullen dat weerleggen. Maar vooraleer dat u nog maar de kant kreeg, zei Vlabel, ja kijk, sorry, in uw vennootschap zit residentieel vastgoed, onder andere uw gezinswoning, het appartement aan de zee, de 6 appartementen die de vennootschap verhuurt. Wij gaan u zelfs niet toelaten om dat tegenbewijs te leveren.
Gelukkig heeft daar het Hof van Beroep van Gent gezegd, kijk, Vlabel, u moet de belastingsplichtige wel de kans geven om te bewijzen dat er ondanks het residentieel vastgoed toch wel een economische activiteit is. Oké, belastingsplichtige moet dan nog aantonen dat er een reële economische activiteit is. Dat hebben ze gedaan. Hoe hebben ze dat hier in concreto gedaan? Want dat is altijd de vraag. Elke zaak is anders. In deze zeiden ze, kijk, we leggen een aantal boekhoudkundige stukken voor. Wat zien we? 1. Onze omzet uit de slagerij en hoeve is ongeveer 2/3 van de totale omzet. Dus de verhouding zit meer dan juist. Daarnaast leggen wij de afschrijvingstabellen voor die aantonen dat wij beschikken over het nodige materiaal om onze slagerij uit te baten. Ze legden ook een hele hoop foto's voor die dan aantonen wat dat ze concreet al deden. Foto's van hapjes, winterbarbecue denk ik dat het was. En dan voor de mensen die naar VTM kijken. Ik heb zelf geen televisie, dus ik heb de serie niet gezien. Maar blijkbaar is er een VTM-serie geweest, Klan, waarin dat die hoeven is opgedoken omwille van haar authentiek karakter. En dat was voldoende voor de rechtbank en voor het Hof van Beroep om te zeggen, kijk, inderdaad, het gaat hier om een vennootschap die een reële economische activiteit heeft. En het feit dat zij redelijk wat vastgoed heeft, en zelfs redelijk wat residentieel vastgoed, is eigenlijk geen enkel beletsel om toepassing te maken van het gunstregime. Gelukkig is deze rechtspraak er gekomen. De vraag is nu natuurlijk, wat gaat Vlabel doen voor de toekomst? Ondertussen is er nog andere rechtspraak die ook zegt dat men het tegenbewijs kan leveren. Het is niet omdat er vastgoed in de vennootschap zit dat het per definitie een probleem is. De vraag is nu, gaat Vlabel zich hierbij neerleggen? Gaat zij een nieuwe positie innemen? Dat is een beetje nog voor iedereen koffiedik kijken. Nu, Nico heeft het gezegd, er zijn eigenlijk twee tijdstippen waarop men een aantal toetsingen moet doorvoeren. De eerste is op het moment van de schenking. Dan gaan we moeten kijken, we zitten u meer dan 50% en gaat het om een vennootschappende economische activiteit. Als u hier twee keer ja op kunt antwoorden, dan zal de notaris in principe op het moment van de schenking zeggen, oké, wij moeten hier 0% schenkbelasting heffen. Nu, daarmee is de kous niet af. U heeft de schenking gedaan, maar dan moet u ook nog gedurende een periode van 3 jaar na de schenking moet er nog een aantal voorwaarden nageleefd worden. En het is hier dat ook vaak, Nico heeft het reeds gezegd, dat er toch vaak wel wat problemen zijn. Wat zijn nu die voorwaarden? In de eerste plaats moet er na de schenking nog gedurende 3 jaar een economische activiteit uitgeoefend worden. Met andere woorden, de vennootschap kan niet zomaar stopgezet worden. Belangrijk, en dat is gelukkig wel een positief punt, het moet niet gaan om dezelfde activiteit. Wanneer is deze voorwaarde problematisch? Als wij bijvoorbeeld een cliënt begeleiden die een doktersvennootschap heeft of een architectenvennootschap, waarbij dat de vennootschap eigenlijk alleen maar bestaat bij monden van degene die de activiteit uitoefent. Als die persoon na de schenking de activiteit niet meer zou uitoefenen, zal het in de praktijk moeilijk zijn om hieraan te voldoen. Maar dus de activiteit, als een activiteit behouden blijft, is er geen enkel probleem. Wat is hierbij een aandachtspunt? Is natuurlijk, als de activiteit behouden blijft, dat u nog altijd aan die boekhoudkundige criteria voldoet. Dus let op dat na de schenking, als uw kinderen bijvoorbeeld de vennootschap geschonken hebben gekregen, dat zij de vennootschap niet gaan gebruiken om meteen nieuwe vastgoedinvesteringen te doen en personeel aan de deur te zetten, want die twee criteria moeten ook nog wel altijd gerespecteerd blijven. Ander aandachtspunt is bijvoorbeeld als de vennootschap zou verkocht worden. Dat is geen enkel probleem. U kan perfect de vennootschap verkopen na de 3 jaar. Uiteraard is dan wel degene die de vennootschap heeft gekocht die de activiteiten of een activiteit moet verder zetten. U heeft er natuurlijk geen controle over. Als de aandelen verkocht zijn, kan die andere persoon niet dwingen om die activiteit verder te zetten. Dus wat zien we daar in de praktijk? Als u de vennootschap zou verkopen, voorzie dan in de verkoopsovereenkomst van de aandelen een clausule waarbij dat de verkoper de activiteitsvoorwaarden moet respecteren en als hij dat niet doet, dat hij dan de schenkbelasting die dan verschuldigd is, dat hij die wel moet terugbetalen. Een tweede voorwaarde, en dat is ook een voorwaarde waarbij dat ik het al vaak in de praktijk heb zien foutlopen, is na de schenking mag er gedurende 3 jaar bij een NV geen kapitaalvermindering plaatsvinden en heeft de vennootschap een rechtsvorm van een BV, waarbij dat geen kapitaal meer bestaat,
dan mag er ook geen vermindering plaatsvinden van het eigen vermogen tot onder het niveau van de inbrengen. Waarom zeg ik dat dit vaak een probleem kan zijn? Ik heb ooit een dossier gezien, begeleid door een heel groot en bekend accountancykantoor. Team A had de schenking begeleid, estate planning departement. En team B was het departement wat zich bezighield met de vennootschapsbelasting. Die twee departementen hebben niet met elkaar gesproken. Dus team A doet de schenking belastingsvrij. Team B doet een kapitaalvermindering. Gevolg daarvan, op het moment dat die kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden, dan zal er bijkomende schenkbelasting verschuldigd zijn. Ten belope van, proportioneel in functie met de kapitaalvermindering. Als er accountants in de zaal zitten, dat leidt uiteraard tot een aansprakelijkheid van je zult je beroepsverzekering moeten aanspreken, want dat is een beroepsfout. Let ook op als er gedurende 3 jaar na de schenking een splitsing zou plaatsvinden, bijvoorbeeld u beslist om het vastgoed af te splitsen, dat u daar de nodige aandacht aan besteedt. Sommige gewone splitsingen vormen geen probleem. Partiële splitsingen kunnen leiden tot een aantasting van het kapitaal of de inbrengen in eigen vermogen, zodoende dat er niet langer voldaan is aan deze voorwaarden. Een laatste puntje, maar dat is iets minder relevant voor de praktijk, denk ik, is het is van belang dat u na de schenking of dat de vennootschap na de schenking haar zetel binnen de Europese Unie, of beter gezegd de Europese economische ruimte, behoudt. Dus ga geen zetelverplaatsing doen buiten Europa. In de praktijk denk ik dat dit iets is wat zelden voorkomt, behalve uiteraard wanneer u bijvoorbeeld weer een vennootschap heeft verkocht aan een Amerikaanse groep die dan beslist om binnen 3 jaar na de verkoop de zetel te verplaatsen naar een land buiten Europa. Tot slot, ga hier niet verder op ingaan. Stel dat er aan al die voorwaarden voldaan is. U zegt, ik ga schenken aan mijn kinderen. Ik voldoe aan die voorwaarden. Ik kom in aanmerking voor het gunsttarief van 0%. Ik wil wel schenken, maar is het ook mogelijk om nog de controle of de inkomsten te behouden? Of ik heb nog bepaalde andere specifieke wensen. Een schenking van een familiebedrijf is in deze niet anders dan eender welke schenking. Dus de klassieke modaliteiten van bij een klassieke schenking kunnen ook hier toegepast worden. Hetzelfde als u controle wilt behouden of de inkomsten, de klassieke technieken van een schenking met voorbeeld van vruchtgebruik of controlestructuren, die kunnen ook hier steeds worden toegepast. Een tweede hoofdstuk of een tweede methode om een planning te doen naar de volgende generatie is een verkoop van aandelen. Nu, we associëren een overdracht van een familiebedrijf binnen dezelfde familie eerder met een schenking, maar toch stellen we vast in de praktijk dat in veruit de meeste gevallen het gebeurt door middel van een verkoop. En als we ons afvragen waarom dat zo is, dan blijkt dat eigenlijk uit deze slide. Nu, wat zou een van de redenen te kunnen zijn om aandelen van een familiale vennootschap eerder te verkopen dan te schenken aan uw kinderen? In de praktijk stellen we vast dat zich dat vaak voordoet als bijvoorbeeld u heeft 3 kinderen en slechts 1 kind wenst het bedrijf over te nemen of is al actief in het bedrijf. In een dergelijk geval zullen we vaststellen dat de overdracht meestal gebeurt door een verkoop. En dat is eigenlijk de reden is dat we willen onze kinderen gelijk behandelen. We willen een definitieve regel uitwerken. Nu, als we schenken en we schenken de aandelen van het familiebedrijf aan 1 kind en we hebben een heel groot vermogen waardoor dat we aan kind 2 en 3 ongeveer hetzelfde kunnen geven in waarde, ja, dan kan dat misschien nog lukken. Maar veel bedrijfsleiders, ja, de baby of de belangrijkste vermogenscomponent is het bedrijf, waardoor dat het niet meer mogelijk is om aan al kind naast het bedrijf nog evenveel waarde te geven in activa. Vandaar dat er heel vaak, om een finale planning uit te werken, eerst verkocht wordt, bijvoorbeeld aan kind 1, dat al actief is in de familiale vennootschap. Die betaalt daar een marktconforme prijs voor. En die prijs wordt dan door de ouders eventueel direct of in stukjes geleidelijk aan geschonken aan de 2 andere kinderen of de 3 kinderen samen. Zodanig dat elk kind in waarde evenveel krijgt. En het voordeel is dat die planning finaal is en moeilijk of niet meer kan aangevochten worden door de andere niet betrokken kinderen. Dus vandaar dat we toch wel vaak zien dat de verkoop zich heel vaak voordoet binnen eenzelfde familie.
Nu, een tweede reden om te verkopen is dat een schenking... Ja, een schenking is schenken en is zich verarmen. Dat betekent, als je specht schenkt, ja, het is vaak de waarde van de familiale vennootschap, is vaak het, ja, het pensioen van de bedrijfsleider. Als men het wegschenkt, ja, dan heeft men eigenlijk die vermogenscomponent niet meer. Oké, okay, we kunnen in de schenking dan nog wel voorzien in een aantal lasten om toch inkomsten voor te behouden, maar het is toch meestal een serieuze verarming. Derde reden is vaak fiscaliteit. In België is dat een heel belangrijke driver. Als bijvoorbeeld een bedrijf niet in aanmerking komt voor het gunstregime van de familiale vennootschap, ja, dan is het soms nuttiger of fiscaal vriendelijker om een verkoop van de aandelen te organiseren. In de praktijk stellen we vast dat in bepaalde studies blijkt dat 43% van de familiale vennootschappen verkocht wordt aan de volgende generatie. En slechts 34% het voorwerp uitmaakt van een zuivere schenking. Het resterende percentage is dan de gemengde, zowel een schenking als een verkoop. En uit die studies blijkt, en dat is toch wel heel merkwaardig, dat als je een bedrijf verkoopt of een familiale vennootschap verkoopt binnen de familie, dat die bedrijven over het algemeen veel beter presteren in de toekomst dan als het met een schenking gebeurt. Nu, dat is een correlatie, dat is geen oorzakelijk verband, maar een van de redenen die aangehaald wordt, is dat kinderen die een bedrijf kopen, ja, die druk voelen om die leningen terug te betalen en daardoor veel scherper zijn en heel vaak het touw actief, of het voortouw nemen en het beleid actief in handen nemen van de familiale vennootschap. Nu, als je zou opteren voor het scenario van de verkoop, het meest eenvoudige scenario is uiteraard dat u de aandelen verkoopt rechtstreeks aan uw kinderen, maar meestal zullen de kinderen zelf niet voldoende geld hebben om die aandelen meteen van u te kopen en zullen zij op een of andere manier een financiering moeten aangaan. Nu, indien dat het geval zou zijn, wordt er vaak gebruik gemaakt van een bepaalde structuur en het is die structuur die we u graag eventjes willen toelichten. Nu dus, waar gaat het om? Het gaat om de structuur waarbij dat in een eerste fase uw kinderen zelf een vennootschap gaan oprichten. Waarom? Ik heb het net gezegd, omwille van de financiering. Een bank gaat graag zien dat er wordt gewerkt met een vennootschap. Het gaat waarschijnlijk ook, en dan gaan we dadelijk zien, fiscaal wat interessanter zijn om de financiering mogelijk te maken. En een bijkomend argument kan zijn dat uw kinderen hun aansprakelijkheid willen beperken en daarom willen gebruik maken van een nieuw acquisitievehikel. Dus in een eerste stap gaat het uw kinderen zijn die zelf een nieuwe vennootschap gaan oprichten. In de tweede stap gaat u uiteraard de aandelen verkopen. U gaat de aandelen niet verkopen aan uw kinderen zelf, maar u gaat de aandelen verkopen aan de holding van de kinderen, of de vennootschap van de kinderen. Hoe gaan de kinderen aan u, of beter gezegd, hoe gaat de holding van de kinderen aan u de prijs betalen? Wel, ze heeft geld nodig. Meestal gaat dat bestaan uit een combinatie van een aantal financieringen. Enerzijds zal de vennootschap waarschijnlijk een lening aangaan bij de bank. Anderzijds zal u als ouder misschien zeggen, kijk, een stukje of een groot stukje van de prijs, daar ga ik u een uitgestelde betaling geven. Een soort lening die we dan omschrijven als een vendorloan. Of uw kinderen gaan eventueel gaan aankloppen bij Participatiemaatschappij Vlaanderen om ook daar een lening te verkrijgen. Wat er ook van is, het zal de holding zijn van de kinderen die een financiering gaat aangaan. Wat is hier van belang? Is op het niveau van u als verkopende aandeelhouder, u gaat uiteraard de vraag stellen, ja, kijk, ik verkoop mijn aandelen, hoe word ik daarop belast? Wel, er zijn twee opties. Ofwel is er sprake van een normaal beheer van privévermogen en zal de meerwaarde die u realiseert op de aandelen niet belast worden. Ofwel is er geen sprake van een normaal beheer van privévermogen en zal u belast worden aan 33%. Uiteraard gaat u dan de vraag stellen, wat is nu een normaal beheer van privévermogen? En daar moet ik eerlijk in zijn, dat criterium is niet in de wet omschreven en is effectief een case-by-case analyse. Veel gaat afhangen van de feiten. Dat is een soort weegschaal. En aan de hand van de argumenten die u op die weegschaal gaat gooien, gaat de balans omslaan ofwel naar een belastingsvrije meerwaarde ofwel een meerwaarde van 33%. Nu, wat zijn een aantal van die argumenten? Er staan er een aantal op de slide.
De rulingcommissie bijvoorbeeld zegt van kijk, als er sprake is van een verkoop aan een derde, dan zal het al eerder neigen naar een normaal beheer van privévermogen. Wat zijn nog wel van die criteria is, hoe lang heeft u de aandelen die u verkoopt in bezit gehad? Zit er in de vennootschap die verkocht wordt, zit daar overtollige cash? Stapt u als ouder opnieuw mee in? Wordt er gebruik gemaakt van een complexe structuur? Al die elementen gaan bepalen of er sprake is van een normaal beheer van privévermogen. Als het gaat om een eenvoudige structuur, om een vennootschap waarbij dat er geen overtollige cash in zit, wanneer u verkoopt aan de kinderen, u bent geen bestuurder meer, geen aandeelhouder meer, etc., dan zal in de regel meestal er wat sprake zijn van normaal beheer van privévermogen. Maar elke case moet afzonderlijk bekeken worden. Stap 3 is uiteraard de terugbetaling van de lening. Hoe gaan uw kinderen dat doen? Wel nu, en het is daarvoor voornamelijk dat die structuur meestal wordt opgezet. Het is de operationele vennootschap die de cash gaat genereren. En het gaat die cash zijn die gebruikt gaat moeten worden om de leningen terug te betalen. Dus wat gaat er gebeuren? De operationele vennootschap gaat winst maken. Zij gaat die laten opstromen naar de holding van de kinderen. Bijvoorbeeld via een dividend. Of de holding gaat bepaalde diensten verlenen en gaat hiervoor een vergoeding aanrekenen. Want nu, die cash gaat gebruikt worden om de leningen terug te betalen. Het grote voordeel van deze structuur is dat de operationele vennootschap belastingsvrij de dividend kan laten opstromen naar de holdingvennootschap, zodoende dat de gelden zonder belasting kunnen opstromen, zodoende dat er dus een grotere marge is om de leningen terug te betalen. Nu, we stellen vast bij een verkoopscenario dat er voorafgaandelijk aan de verkoop heel vaak een soort reorganisatie gebeurt. En sommige reorganisaties kunnen tegemoetkomen aan een bepaalde situatie, maar andere situaties zijn heel vaak ingegeven omdat de koper gewoonweg niet voldoende middelen heeft om alles over te nemen of gewoon niet geïnteresseerd is in bepaalde activiteiten. Denken we maar aan bijvoorbeeld bedrijfspannen. Zo. Dus vandaar dat we vaststellen dat voor de verkoop er heel vaak een reorganisatietransactie gebeurt. Nu, hoe kan je dat doen? Stel nu in dit concrete geval, we hebben hier een concrete casus uit de praktijk. We hebben een familiebedrijf, ouders doen de management van het bedrijf. En we hebben twee kinderen. Laat ons zeggen, een aannemersbedrijf, waar zoon één actief is. En dan bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe keukens voor dochter één. Dus ze runnen elk hun activiteit. En ze zeggen, oké, er is geen ruzie, maar we zouden toch graag in de toekomst elk ons eigen activiteit uitvoeren. Nu, er zijn manieren, bijvoorbeeld, om te zeggen van, kijk, de keukenactiviteiten, daar gaat de dochter een nieuwe vennootschap oprichten en gewoon de activa uitkopen. Bijvoorbeeld de contracten, het cliënteel, de machines. Maar fiscaal is dat vaak niet zo interessant, omdat vele meerwaarden belastbaar worden, cliënteel wordt of de goodwill wordt ook vaak belastbaar. En bovendien moet het ooit nog eens uit de vennootschap. Dus fiscaal is dat toch wel iets moeilijker. Dus wat stellen we vast in de praktijk? Dat voorafgaandelijk aan de verkoop aan de zoon en de dochter, dat er heel vaak overgegaan wordt tot ofwel een volledige splitsing of een partiële splitsing. Bij een volledige splitsing verdwijnt de oorspronkelijke vennootschap opco en wordt die gewoon opgesplitst in opco 1 en opco 2. Bij een partiële splitsing blijft de opco bestaan, maar wordt er bepaalde activiteiten afgezonderd in een nieuwe opco 2. Nu, zonder al te veel in detail te treden, beschouwt de fiscus een dergelijke splitsing als een liquidatie, een fictieve liquidatie. Dat betekent dat ook het belastingregime van de liquidatie van toepassing is en dat is eigenlijk vaak ook niet zo voordelig. Maar gelukkig is er onder invloed van de Europese fusierichtlijn is er een regime voorzien dat stelt van als u zakelijke motieven heeft om een dergelijke splitsing uit te voeren, dan kan dat belastingneutraal. Dus we kunnen dus eigenlijk opco opsplitsen in opco 1 en opco 2 zonder negatieve fiscale gevolgen in zaken de vennootschapsbelasting, waardoor dat zowel de zoon als de dochter haar eigen vennootschap of bedrijfstak heeft. Nu, na de splitsing zitten de aandelen nog in handen van de ouders en moeten die nog verkocht worden op basis van het regime wat Tom daarnet heeft uitgelegd. En dan stelt zich de vraag van
heeft die splitsing een negatieve impact op de ganse fiscale issue rond het normaal beheer of de niet-taxeerbaarheid van de meerwaarden op aandelen. En daar moeten we vaststellen dat in een dergelijk geval waar er voldoende zakelijke motieven zijn, dat dat meestal op een gunstige manier wordt ontvangen door de fiscus en door de rulingcommissie. Wat stellen we echter vast in de praktijk? Dat het in de praktijk niet altijd zo duidelijk is en dat er heel vaak overgegaan wordt, zoals ik daarnet zei, tot een afzondering van bijvoorbeeld privé onroerend goed dat nog in de opco zat, of ja, bepaalde onroerende goederen worden ook afgesplitst en dat het daar veel moeilijker is om het groen licht te krijgen van de fiscus opdat alles belastingvrij zou kunnen doorgaan. Dus, wat we u toch wouden meegeven als boodschap, is dat als u een reorganisatie plant, doe dat goed op voorhand, denk er goed over na, vooraleer de aandelen aan de volgende generatie te verkopen. Nu, een vraag die zich ook heel vaak stelt, is van in het scenario wat Tom uitlegt, van kijk, we verkopen de aandelen aan de volgende generatie, maar heel vaak willen ouders ook nog ja, toch iets in de pap te brokken hebben en toch een beetje invloed kunnen uithouden of uitoefenen op het nieuwe acquisitievehikel die de kinderen hebben opgericht. Dat kan via minderheidsparticipatie, maar soms stellen we ook vast dat heel wat ouders echt daar nog de baas willen in blijven, wat juridisch in een eerste fase zeker begrijpbaar is, maar fiscaal ligt dat heel wat moeilijker. Want stel nu eens dat we de kinderen richten een nieuwco op om de operationele vennootschap over te nemen. En stel nu eens dat de ouders daar volledig baas blijven, dus dat ze daar het bestuur in handen hebben, ook de meerderheid van de aandelen. Als daarna, na de oprichting van het acquisitievehikel, de ouders de aandelen verkopen aan de nieuwco, ja, dan is de kans heel groot dat de fiscus die meerwaarden op aandelen zal gaan taxeren. Waarom is dat? Omdat zij beschouwen, de fiscus is van oordeel dat als u aandelen verkoopt aan uw eigen holding, dat dat eigenlijk niet meer kadert binnen een normaal beheer. En dus dat die meerwaarden wel eens belastbaar zouden kunnen worden. Dus vandaar dat ouders ergens aanwezig zijn in de nieuwco, dat is perfect mogelijk, maar wees voorzichtig met meerderheidsparticipaties of met een te grote vorm van controle in de nieuwco. Nu, er zijn allerlei methodes om dat eventueel op te lossen en één daarvan is de inbreng, waarbij de ouders in plaats van te verkopen, eerst een participatie inbrengen en dan pas gaan verkopen. Dus dat is eigenlijk toch twee belangrijke reorganisatieschema's die zich vaak voordoen in het kader van een verkoop. Nu, wat ik in de inleiding aangaf, is van wij zijn fiscaal juristen, wij hebben de traditie om ons klanten te begeleiden bij de overdracht van de familiale bedrijf naar de volgende generatie. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat naast het fiscaal-juridische er zaken zijn die heel wat belangrijker zijn. En dat is een evolutie die we nu eigenlijk de laatste jaren zien en waar we eigenlijk ook specialisten in ons departement hebben die ons klanten helpen nadenken, los van het fiscaal-juridische, van ja, wat is er nu eigenlijk echt belangrijk? Hoe pak ik dat aan? Bijvoorbeeld, welk kind is echt bekwaam om de onderneming over te nemen en welk is het niet? Wat zijn de persoonlijkheden van ons kinderen? Kunnen zij met elkaar overeind? Kunnen zij met elkaar overweg? En zo niet, hoe kunnen we ons organiseren om eventueel conflicten te vermijden of op te lossen? Maar vooral, een cruciale vraag is, u heeft het bedrijf opgericht, u heeft het ontwikkeld, is toch eens de vraag te stellen van wat zijn onze waarden binnen de familie en hoe wil ik die waarden ja, verankeren in een soort document, wat we dan heel vaak het familiaal document noemen, of het family charter in het Engels. En dit zijn heel cruciale vragen die heel noodzakelijk zijn om te stellen en waarbij wij u helpen om die vragen naar voren te brengen. En het durven die vragen stellen vraagt soms heel wat moed, vraagt soms heel wat tijd. Die zijn soms verbrokkeld in allerlei documenten die u hier ziet staan, statuten, aandeelhoudersovereenkomst. Maar het overkoepelende luik, de family charter, is toch wel heel vaak belangrijk om dat te ontwikkelen, te bespreken en op papier te zetten. Dit wilden we toch nog eens meegeven en het kan eventueel het voorwerp uitmaken van een volgende presentatie. Nu, als slot en besluit. We hebben een presentatie gehad waar we het fiscaal-juridische luik bekijken, ook het
opengetrokken naar het menselijke. Maar wat heel belangrijk is, we moeten ons toch de vraag stellen van, kijk, stel nu eens, er gebeurt iets met de aandeelhouder, bedrijfsleider, wat gebeurt er met mijn onderneming? Is die situatie wel echt wat ik wens? En zo niet, welke actie kan ik ondernemen? Fiscaal, juridisch, maar vooral durf een stap achteruit te zetten en de ruime scope te benaderen en de brede vragen te stellen van wie kan het bedrijf best overnemen en hoe veranker ik de familiale waarden in een family charter? Voilà, dit is de conclusie van het seminarie. Hartelijk dank, Nico. Hartelijk dank, Tom, voor de duidelijke, professionele en leerrijke uiteenzetting. Ook dank u wel aan de mensen thuis of op de familiale onderneming voor uw aandacht, maar ook voor de vragen. Jammer genoeg hebben we vandaag niet meer de tijd om uw vragen te beantwoorden, maar elke vraag verdient een antwoord. Dus ik kan erop rekenen dat u in de loop van de komende dagen zal worden gecontacteerd door uw vertrouwd contactpersoon, die u meer duiding of uitleg zal verschaffen bij uw vraag. En dan rest mij alleen nog u een fijne dag te wensen en hopelijk tot bij een volgende gelegenheid. Dank u wel.